dat mensen van ons leven wel wat meer bijgebracht mogen worden over dingen over jezelf en over persoonlijkheid. En aangezien je op school daar helemaal niks over leert. Want nu wil je gewoon alles doen en alles leuk vinden. En uiteindelijk heb je daar geen tijd voor en kan dat niet. Dus dat moet je dan een beetje leren doen. Ik ben Marjolein Schweitzer. Ik ben Evelien Slinkert. Samen vormen wij de Kerncentrale. Een bureau dat wil bijdragen aan een betere wereld door jongeren te begeleiden bij het worden van de leukste versie van zichzelf. Je gaat heel erg lang naar school, je leert er heel erg veel, maar hoe je een succesvol mens wordt, dat leer je niet. En dat vinden we gek. En daarom zijn we begonnen met het ontwikkelen van een interactieve en creatieve manier, zodat we jongeren een instrument kunnen meegeven. Om op een laagdrempelige manier, die past bij een belevingswereld, te werken aan serieuze thema's. En dat is Kerncentrale geworden. Zit dat er op jullie zijn, we gaan naar Kerncentrale spelen. Kerncentrale gaat er natuurlijk over wat vind je belangrijk, wat wil je, waar ben je goed in en hoe geef je daarmee richting aan je leven. Kort gezegd is Kerncentrale vertaald naar een serious game waarbij jongeren ontdekken wat hun passie en hun talent is. Het gaat ons erom dat jongeren worden gestimuleerd na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling en dat wat zij belangrijk vinden. Het zijn natuurlijk best grote, zware thema's om mee aan de slag te gaan. En daarom hebben we dat in de vorm van een game gegoten. Je begint het spel met het samenstellen van je ideale kaart. Je ideale kaart bestaat uit 5 elementen waar het leven uit bestaat. Of school, werk, relaties, financiën, lifestyle en zingeving, alles wat voor jou belangrijk is, kies je uit deze plaatjes en je legt het op de kaart. Wat voor mij heel belangrijk is, is sowieso om niet alleen voor mezelf dingen te doen, maar ook om zoveel mogelijk andere mensen te helpen. Je ziet jezelf echt terug in deze kaart als je naar kijkt. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. En eigenlijk gewoon omdat je over jezelf leert door dingen te doen die je eigenlijk anders nooit zou doen. En gewoon op een leuke, gezellige manier. We hebben het materiaal getest onder verschillende focusgroepen. En daaruit blijkt dat de jongeren zelf heel erg enthousiast reageren op de game. Ik heb op mijn duim geschreven dat ik het goed aan mezelf vind en een goede uitgesproken mening heb. En wat ik nog wil verbeteren aan mezelf is dat ik wil meerdere talen kunnen. En waar ik naartoe wil is dat ik eerst neuropsychologie wil gaan studeren, heel graag. Waar ik schijt aan heb, zijn mensen die zich beter voelen dan de rest. Ik vond het een leuk initiatief, want je hoort er niet zoveel. Dan moest je zeg maar een soort van prioriteiten stellen. Ja, en het gaat wel over jezelf echt. En dat zie je, ja, het gebeurt niet zo vaak. Vooral niet voor mensen van ons leven. Dan had ik bijvoorbeeld verwondering en duidelijkheid. En dat vond ik dan de belangrijkste waarde. Maar als ik dat nooit had gezien, dan was ik er niet zelf opgekomen. Dus dat was wel grappig. Wat mij enthousiast maakt, is dat als je begint, dan denk je jongeren echt, moet je af mezelf vertellen, wat moeilijk. En als je ze ziet gaan spelen, dan worden ze zo geïnteresseerd en worden ze zo betrokken. Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij elkaar. Het is onze persoonlijke passie om jongeren op een hele leuke manier te begeleiden bij het ontwikkelen van zelfinzicht. Omdat wij eigenlijk zelf hebben ervaren hoeveel effectiever je je leven in kan richten op het moment dat je weet wat je wil en wie je bent en wat je belangrijk vindt en dat je focus daarop kan leggen. Voor meer informatie ga naar www.dekerncentralewerkt.nl